Rotterdam, knock-out geslagen door de Duitsers. Maar zijn kameraden hand in hand, behalve als die hand zwart was. In de Kunsthal is onlangs de totaalinstallatie Herkennen, Herbouwen, Wonderkamers van het Rotterdams Koloniaal Verleden geopend. Om het te kunnen ontmantelen moet je eerst snappen hoe het in elkaar zit. En om te snappen hoe het in elkaar zit, moet je ook het lef hebben om iets van jezelf te erkennen. Open Rotterdam schijnt in 3 afleveringen licht op de totstandkoming. En we beginnen met kunstenaar Patricia Kaarsenhout, die alles bij elkaar bracht. Ik ben door het Boijmans van Beuningen en de Kunsthal gevraagd om een totaalinstallatie te maken met werken uit een collectie van het Boijmans. Dat was in eerste instantie het idee. En daarmee een verhaal te vertellen over het koloniale verleden van Rotterdam. Het is een beeldessay waarvan ik eigenlijk vraag aan de bezoeker om zelf na te denken en te associëren. Dus je moet echt werken als je door deze tentoonstelling loopt. Het is de bedoeling dat je zelf gaat nadenken. We zijn nu in de Kamer van Schuld. En zoals jullie zien refereert dit aan een huiskamer. Maar het is wel een huiskamer waar een hele gekke dingen gebeuren. Ik ben uitgegaan van het concept van een labyrinth. En het labyrinth bestaat uit 5 kamers. En elke kamer staat voor een ego-defense-mechanisme. Ego-defense-mechanisme is een term uit de psychologie die eigenlijk laat zien hoe witte mensen vaak reageren als zwarte mensen racisme willen adresseren. Ergens in het menselijk brein ontstaan er ook momenten van zien, willen zien, het licht willen aanschouwen. Waren er specifieke dingen opgevallen? Okay, heel eerlijk, ik ben er doorheen gelopen en het komt allemaal op je af. En ik zei het net al tegen haar, ik vind het nu gewoon heel veel impressies. En misschien ook wel beter dat ze er dus geen tekst bij hebben gezet, omdat je even alles door moet gaan. Ik ben net alles doorgegaan en nu ga ik stap voor stap van wat zie ik eigenlijk. En ook verwart het een beetje. Het spreekt niet allemaal voor zich, dus het zet je wel echt aan tot nadenken. Dit is de kamer van ontkenning. En als je om je heen kijkt, zie je overal beelden, schilderijen van witte mannen. En deze mannen zijn allemaal actief geweest in de slavenhandel. Eigenlijk is daar nog steeds veel ontkenning over het feit dat witte mensen grote slavenhandelaars zijn geweest en er ook heel erg rijk van zijn geworden. En die ontkenning die heeft voor mij ook te maken met deze struisvogel. Ik wil tevens laten zien dat racisme niet een zwart probleem is, maar een wit probleem. Dus al die kamers, in al die kamers gaan we naar witte cultuur kijken. Aan de totaalinstallatie werd naast bestaande kunst ook nieuw werk toegevoegd door opkomende kunstenaars en Rotterdammers. In een 5-tal kasten worden persoonlijke verhalen met betrekking tot het Rotterdams koloniaal verleden verteld. Kunstenaar Dominique Latoul beschilderde deze kasten. Ik werd gevraagd om de kasten te beschilderen met mijn eigen stijl. Mijn werk is geïnspireerd en gebaseerd op onze inheemse Molukse symbols. En aan de hand daarvan creëer ik mijn eigen symbols, maar die zijn altijd in het teken van ons volk. Dat symbool daar zo, wat je normaal zou zien als een X. Nou, dit is geen X. Dit staat voor een parang en een salawaku. Dat zijn onze, zeg maar, uit onze cultuur zijn dat onze wapens, ons schild en ons zwaard, eventjes zo gezegd. En dat is een belangrijk onderdeel van onze Molukse cultuur. Dus het lijkt als een X, maar er zit een veel diepere laag in. En dat is een symbool die ik in bijna al mijn werk terug laat komen. De kasten zullen na de tentoonstelling worden geveild. De opbrengst ervan wordt namens Patricia geschonken aan het comité van Ver Gekomen. En dan komen we in de kamer van Verzoening met een werk van Guido van der Werven met de titel Everything is Going to be Alright. Een ongelooflijk krachtig beeld van het ijs wat gebroken wordt. En ik denk dat dat
een mooi symbool is voor verzoening. Dat we niet het ongemak mijden, maar dat we ook het ijs rondom racisme en naar elkaar toe breken. Om vervolgens tot heling te kunnen komen. In de volgende aflevering brengen we een bezoek aan Sanne Donders en Anita Abaiza. Die in samenwerking met het Verhalenhuis Belvedere hun verhaal deelden en toevoegden aan de installatie.